Ja, ja, het zit er weer aan te komen, ja. Hele voorbereiding gehad. Timmermannen zijn een aantal weken begonnen en nu de laatste loodjes. En dan gaan we beginnen over een paar dagen. Nou, we proberen eigenlijk een beetje het prijs zelf uit te beelden. Ook het straatwerk, dus een beetje wat strakker. En Franse gebouwen, en natuurlijk een aantal eyecatchers. Arc de Triomphe en de Eiffeltoren die in de show te komen staan. Dit is het onderstuk van de Arc de Triomphe. Hier komen nog bogen tussen en daar komen bogen tussen. Maar het is gewoon het resultaat en met elkaar. En, het is gezellig met elkaar en met de timmermannen is het gezellig. Dus ja, daarom doe je het eigenlijk. Akelig precies. Akelig precies. Ja, dit is eigenlijk voor de timmermannen het meeste werk, om de eerste alle gebouwen te maken. Donderdag gaan we starten met in de hal. En vrijdag komen de gebouwen binnen. Ja, ze hebben eigenlijk alles als bouwpakketten gemaakt. Dus het wordt op elkaar zetten en vastschroeven en dan staat het hele decor. Zullen het toch nog wat lange dagen worden voordat het los kan, denk ik? Ja, het zullen wel even lange dagen worden, ja. Ja, ja. Maar goed, het hoort erbij. Het is hartstikke leuk. Hoe is het met je Frans eigenlijk? Mijn Frans? Nou, mijn Frans is eigenlijk niet zo goed. Ik heb het op de HAVO 2 jaar gehad en daarna heb ik het volledig naast me neergelegd. Au revoir was het belangrijkste woord. Ja, inderdaad. Ja, als je dat maar begrijpt.